Jim. Uitgeroepen tot atleet van het jaar. Adelinde Cornelissen. Twee keer goud op mijn eigen paard. Ze is een van de betere. Ze gaat gecontroleerd te werk en hobbelt op dat paard. Iedereen staat op scherm. Op een moment stilte. Niemand die praat. En de wereldbekerfinale in Leipzig. Zo, wat een prestatie. Ik zag zelfvertrouwen op de vijf wereldbekerkwalificaties. Stockholm, Londen en Amsterdam kunnen de titel op hun buik schrijven. Want Adelinde uit Nijkerk is gekomen om te blijven. Dank u wel. Winnares in de categorie Gelderse Sportvrouw 2011 is Adelinde Cornelissen. Adelinde Cornelissen, sportvrouw van 2011. Ook jij gefeliciteerd, krijgt het boek, de cheque en natuurlijk een fotoshoot. Het boek valt op de grond, alsjeblieft. Dank u wel. Ben je er blij mee? Ja, heel blij mee. Weer een prijs die je kan toevoegen aan het mooie rijtje. Dit is natuurlijk de allermooiste, hè? Zeker weten. En nu op naar de Olympische Spelen. We wensen jullie daarbij heel veel succes. Een applaus voor Adelinde Cornelissen. En natuurlijk ook voor de kerstplaats natuurlijk gefeliciteerd. Dank u wel. Was het nou, hoe is dat zo'n avond? Ik bedoel, jij hebt pas een hele grote prijs gewonnen, hè, in de paardenwereld. Ja. En dan sta je hier in Arnhem op een podium. Ja, ja goed, dat maakt niks uit. Het is altijd leuk eigenlijk. Ja. Nu is het natuurlijk 2012 is het jaar, hè? Ja, dat moet gebeuren. Ja. Nou ben ik niet zo heel bekend met paardensport, maar het was toch altijd Ankie van Guns fan. Waar is die gebleven? Die is er ook nog steeds. Die doet heel hard best. En, ja goed, die heeft een kleine blessure gehad met de paard, maar die komt zeker weer terug. Is dat de concurrent voor je, voor Londen? Ik hoop dat ze met mij meevecht voor het team. Ik hoop niet dat dat een concurrent is. Ja, want hoeveel mogen er meedoen? We gaan drie met een team en één individueel. Dus, Oké, voor individueel dan is het gewoon je concurrent? Dan wel, ja. En is het de grootste concurrent of is dat nog steeds die Duitse? Er zijn er zoveel op momenten. Ja, er zijn zoveel meer die echt kans maken. En die, nou ja goed, iedereen wil natuurlijk wat. Je woont in Nijkerk, hè? Ik woon in Nijkerk. Balkenschoten. Landgoed Balkenschoten, ja. Balkenschoten. Hoe ben je daar terecht gekomen? Ja, eigenlijk toevallig vorig jaar juli en ik had een stal in het noorden in Drenthe, en, maar dat was eigenlijk te klein en ik moest uitbreiden en via kwamen we bij Landgoed Balkenschoten terecht. En daar blijf je nog wel een paar jaar? Ja, ik ben niet van plan om zomaar weg te gaan. Nee, maar ik bedoel, het bevalt goed na een half jaar? Het bevalt hartstikke goed, ja. Veel succes volgend jaar. Dank u wel.